De brandweer is vrijdagavond uitgerukt naar een brand aan een woning aan de Gaffel in Groesbeek. De brand was ontstaan in de schoorsteen van de woning. Omdat de zolder vrij klein was, moest de brandweer via het dak de woning betreden. Daartoe haalden ze een aantal dakpannen weg. De brandweer was meer dan een uur bezig om te achterhalen hoe ver zich de brand had verspreid. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De bewoners die er net woonden, konden het pand tijdig verlaten.